herkend. Ja, ik heb de opname van de bewaarder gehoord. Ja. We zijn alleen geen stap verder wat betreft Lucas' locatie. Nee, dat gaat hij niet prijsgeven nu natuurlijk. Dat hij met jou naar het graf van zijn moeder wil, het valt te regelen. Oké. Okay. Maar no way dat je tijd met hem alleen krijgt. Maar dat moet. Anders gaat hij echt niet vertellen waar Lucas is. Wat zei hij in je oor? De bewaarder kon niet verstaan en op de opname is ook niets te horen. Dat dit zijn enige eis is, dus jullie moeten meewerken, alsjeblieft. Wat denk je dat hij van jou wil? Je laatste adem zien uitblazen? Ja, zover gaat het niet komen natuurlijk. Alsof je daar iets over te zeggen hebt. Kan hij iets anders van plan zijn? Nee, mij vertellen waar Lucas is. Dat kan ook bij mij bij zijn. Ja, maar je begrijpt er helemaal niks van. Het moet precies zo gaan zoals hij het in zijn hoofd heeft. Hij wil de regie. En die krijgt hij niet, want anders ben jij straks dood. Net zoals mijn zusje, bedoel je? Of als Lucas straks, want dat is wat gaat gebeuren. Dat realiseren jullie het hopelijk wel. Dit is de enige kans om Lucas leven terug te krijgen. Ik moet die kans grijpen. Ook als dat betekent dat ik zelf gevaar loop. Janine, wij kunnen niet spelen met jouw leven. Jullie zijn het rechercheteam die een bomaanslag heeft weten te voorkomen. Dan kunnen jullie er toch ook wel voor zorgen dat mij niks gebeurt. Hij wil een momentje met me, geen heel weekend. Dus geef me alsjeblieft heel even de tijd om hem het gevoel te geven dat hij alles onder controle heeft. Daarna pakken jullie hem op en jullie zetten hem vast met nog meer beveiliging dan hij nu al heeft. Ik neem alle verantwoordelijkheid. We hebben geen tijd te verliezen, echt niet.